Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. President Santokki roept Haitiaanse gemeenschap op om hoop niet te verliezen. Regering zegt steun toe aan jongerenorganisatie Social Army. Militairen en burgers bekampen elkaar tijdens Power Event. En imkers uit Koroni en Ikeri getraind in internationale standaarden. President Chandrika Prasad Santokki is op bezoek geweest bij verschillende kerkgemeenschappen, bestaande uit leden van voornamelijk Haitiaanse komaf. Het staatshoofd riep zijn gehoor op om de hoop niet te verliezen. De belangenbehartigingsorganisatie Team Haiti is nauw betrokken geweest bij deze activiteiten van de president op zondag 26 maart. In totaal zijn 4 gemeenten bezocht. En mi breiti dat u kon jazo. Mi chawan delegatie kon, nangami, parlementariërs de Masra Asisku Margaya dinde, Masra Fiakoide, Masra Murtabat, pastor de, tra delegatie leden de, ma optu amasa coordinera deiti de ano jazo wang, ma fu fokker kime kon, vanaf uitkijk, Sofia Slus, Jeugdcentrum, ala preswe waka begi. En tide na sonde, en sonde usabi, lek gado dei. Dei begi. Ala dei na begi dei, ma tide na extra begi. En so we singi, en afonesli tu. Once ope tata kumopo, umus seti kondre boom. Wasi mopo Haiti ikonja ibuseti kondre boom. And the problems that we must lose up na gado mesuku a oplossing. And we sab the problem for the Haitian brother and sister. Sa problem dape unule kari kom Haiti na wakari kom kondre lekser nang. En dat met onule karikom, we ondersteun Haiti en Haiti dape. A premier voor Jamaica, godape bawa, de tuwiki sapsa. En ala den karikom konre au suku happy gi Haiti. En de lobby brother na sisa fiu dape. Ma mi sap dat you lobby brother na sisa sa jaso, ab you familie dape tu? Sa ino mabusu? Ma ook to walo brada ang asisa of you, you picking wangkong na you. And mi sab dat, dat na wang problem sa president musloso. And dat make di masra saya konami vertera problem di si, na mi gi minister fu buitenlandse zaken opdracht fu sorgu dat ala de Haitian mang brada ang asisa sa wanita de famiri muskon ja so futang na nga ding we karen gesinshereniging dat de muskisi a okasi de muskisi a toestemming. A tweede beslissing mi jere dat wan lo brada agasisa fu Haiti de wan roko de egi roko landbouw telek nou de mai roko gitra suma ma de ma wan de egi grong en a minister fu LVV kisi opdracht kaba. En dan maak ik grond kebab sa 200.000 hectare. Dat suma wani prani. Ou kisa grond fu prani. Atrasani. Samiere dat wallo. Brada na sisa abi telek no problem. Anga de nationaliteit. Anga de papira. Futang jaso. Mim kis wallis.
En angalees dat hij de Mokaria organisatie voor Masrasai, Mokaria minister voor justitie en politie, en vreemdelingen zaken, dat was doen samen. Dat we look sana de probleem. En we lost den step by step. Alla de geval we looken. We roken trangelijk regering. Alla munde me begin aan wiki aan a begi. De pastor hij kon, de dominee hij kon, we begi. We begi gya volk, we begi gya konere. We begi ook toe dat de president hij kisa koni. Hij tek den bestrooi dit op een fasie, pe gado hij sorry, fijn teken. En dat gado, I chariu tapapasi, pegado wan chariu go. Give a little to change a lot. Onder dit motto heeft de jongerenorganisatie Social Army op 26 maart een aantal kinderen een leuke dag bezorgd. President Santokki was speciaal voor deze activiteit uitgenodigd. Het staatshoofd heeft in een gesprek met het bestuur van Social Army de ondersteuning van deze regering aan deze organisatie uitgesproken. Voorzitter Mitchell Matroos is ingenomen hiermee. Voorzitter en bestuur van Social Army, ik wilde bijna zeggen soldaten, maar dat is er nog niet. Het is zoveel jongeren daar zo. Maar ik hoor net gezegd worden, namelijk dat de president hier is, voor die erkenning van de organisatie. Ja, dat is zeker een feit. We hebben al eerder de organisatie ondersteund, ook met hulp bij de bouw van hun eigen gebouw, maar ook andere vormen van ondersteuning die we geven, omdat we vinden dat deze organisatie bijzonder belangrijk is voor onze samenleving, voor onze jongeren. Met name in deze tijd van crisis, waar soms door de maatregelen die we moeten treffen, de voorzieningen die we moeten treffen, die soms heel hard overkomen, men soms in de war raakt, een beetje hulpeloos wordt, een beetje onzeker wordt. En daar is de jongerenorganisatie om te zorgen dat die onzekerheden opgevangen worden, gekanaliseerd worden, intern in de organisatie, naar de regering toe, en dat we de problemen van de jongeren oplossen. Er is een kids fundy georganiseerd door Social Army in verband met Pasen. Het is wel een beetje vroeg, maar de president, we wilden dat samen smelten. Want de president zou bij Social Army terugkomen om te praten over de issues en de problemen van de jongeren. Dus wij hebben hem in het Nationaal Dialoog daarvoor uitgenodigd. En hij is langs geweest, dus vandaag hebben we de meeting gehad met de president. Met betrekking tot de issues en de problemen waarmee Social Army, maar ook de totale de jongeren van Suriname mee zit. En dus die meeting hebben we vandaag gehouden. Nou, als ik terug mag blikken op de meeting, zijn er concrete afspraken gemaakt. Er zijn toezeggingen gedaan. En komende week zullen we zaken verder uitwerken. En daar kunnen we een breed verslag daarover geven. Het is een heel mooi kinderfeest dat ik hier zie met springkussens en zwembaden. Hoeveelste event is dit van Social Army? Nou, we weten niet precies hoeveel. We organiseren elke maand zeker 2 events. En ja, in de 4 jaren die wij nu bestaan, zal het dat in de 50, 60, 40 projecten ongeveer zijn. 50 projecten die we hebben georganiseerd. Social Army organiseert niet alleen kinderfeestjes,
Maar ook zolang het gaat om sociaal zwakkere jongeren, dan zal Social Army inkomen. We hebben ook vaker projecten georganiseerd naar het binnenland. Bijvoorbeeld een mediatheek oprichten in het binnenland. Bewoners voorzien van voeding, drank, levensmiddelen die alles kwijt waren. En natuurlijk ook huishoudartikelen. Dus overal waar er een beroep gedaan wordt op Social Army, dan komt Social Army in. Allemaal, we gaan die problemen oplossen. Zo, en wie gaat kampioen worden in welk zwemsport? 100 meter. Oké, rugzwemmen. Borstcrawl. Goed zo. Hey, succes. Succes allemaal. Met als doel om onder meer de relatie tussen militairen en burgers te verstevigen, heeft het ministerie van Defensie op zaterdag 25 maart een power event georganiseerd. Deze activiteit vond plaats in samenwerking met de stichting Ultimate Power and Strength. Hieraan hebben zowel militaire als niet-militaire atleten deelgenomen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura en bevelhebber Werner Kouassin zijn getuigen geweest van de prestigestrijd in de Ismee van Wilgen Sporthal. Namens het ministerie om de minister te vertegenwoordigen, die vandaag niet hier zou kunnen zijn. Maar desalniettemin moet ik de organisatie van dit event hartelijk danken voor de uitnodiging van dit prachtig event. Veel weet ik zelf niet van deze sport, ondanks ik een grote sportmind heb. Heb ik niet zo veel weet hiervan. Als leraar lichamelijke opvoeding zou ik zelf alleen maar het stimulans kunnen geven aan de organisatie hiervan. Om dit in alle facetten in een goed plaatje voor te zetten. Om nog meer mee te nemen hierbij is dat, als ik het goed heb, dat dit een Olympische sport is. En gezien het een Olympische sport is, is er behoorlijk wat werk aan de winkel en een hart onder de riem te steken aan deze organisatie om het daartoe te geleiden. Ik denk dat ik hem heel kort en zakelijk kan houden. Dan ook nog te kijken dat het een organisatie kan zijn dat niet misschien alleen op deze locatie zou kunnen plaatsvinden. Maar dat wij hem dus liefst en het best zouden kunnen decentraliseren. Ik dank u hierbij namens het ministerie nogmaals en wens u van harte veel succes. Het is een genoegen om hier te staan en u toe te spreken bij dit Power Event. Wij van Defensie ondersteunen dit event en we complimenteren de organisatie. En we bedanken de initiatiefnemers om dit event te willen organiseren. Het is een event waar wij atleten de grenzen opzoeken van hun fysieke vermogen, maar waar ook gedemonstreerd wordt flexibiliteit,
En waar we ook kijken naar de mentale kracht die we moeten hebben. En dat zijn ook de kenmerken die we terugzien in een militair. Militairen zoeken ook op de grenzen van hun fysieke vermogen. Ze moeten ook flexibel zijn en mentaal moeten ze ook heel sterk zijn. Vandaar dat we dit ondersteunen. Ja, dat klopt. Is onze tweede event. Dat we, eigenlijk is dit het eerste event voor het jaar 2023, El Forge Meer. En dit is onze tweede event in samenwerking met Defensie. Het event houdt in, namelijk zijn drie onderdelen. We hadden ook een vierde onderdeel, maar dat is op het laatste moment te komen vervallen. We hebben namelijk squat, bench, deadlift. En dit is ook een internationale event geworden, omdat er Franse atleten ook hebben deelgenomen. En waaruit bestaan de prijzen voor de onderdelen? U zegt Franse, dus van Frans-Guyana, toch? Oké. En hoe lang zal het zijn? Is het alleen vandaag? We hebben uitgerekend tot 5 uur, maar het kan een beetje uitlopen, wat stagnaties en zo. En wat prijzen betreft, we hebben voor de top 3 een beker. En voor elk onderdeel, bijvoorbeeld bij squat, wie het best squatter is, krijgt een award daarvoor. Elk deelnemer krijgt een certificaat en een medaille mee. En daarnaast hebben we ook een voucher van Chalice Beauty and Shop. Dat is 1000, dat krijgt degene die het beste is.37 imkers uit Koroni en Nikeri hebben op vrijdag 24 maart een training betreffende Hazard Analysis Critical Control Point gevolgd. In het district Koroni hebben trainers van de afdeling Bijenteelt van het ministerie van LVV de ondernemers onderwezen in deze standaarden om toegang tot de internationale markt te krijgen. Een van de taken van het ministerie van LVV is het waarborgen van de voedselzekerheid en veiligheid voor zowel de Surinaamse samenleving als de internationale markt. Bewustwording en training zijn van groot belang voor voedselproductie en verwerking en om te voldoen aan de internationale normen. De training bestond uit een theoretisch deel waarbij trainer Peter van Oostveen inging op food handling. Verder kregen de participanten tijdens een veldbezoek uitleg over voedselveiligheidsaspecten. Tijdens de training zijn ook traceerbaarheid, etiketering en ongediertebestrijding aan de orde gekomen. De imkers hebben hun kennis verrijkt op het gebied van voedselveiligheid, een hygiënische werkomgeving en de voorwaarden die van belang zijn voor toegang tot de internationale markt. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.